zijn verschillende manieren om met bonsai te beginnen en tot een mooie bonsai te komen. Je kunt beginnen met zaad of stek. En een andere methode is de zogenaamde reductiemethode, waarbij je een plant koopt en die snoeit en bedraadt en vormt om tot een bonsai te komen. Om met een plant als deze tot een bonsai te komen, zijn er een aantal dingen die benodigd zijn en die in deze starterset ook allemaal zitten. Een mooie schaal, een jonge plant, maar wel met de potentie om na één snoei en één vorm ronde al een leuke bonsai te zijn. We hebben draad, gaasjes om zo meteen in de pot te doen om de drainagegaten af te dekken, aarde en we hebben voeding voor de eerste ronde van de groeicyclus. De starterset die hier voor me staat is een starterset die we in de bonsai shop aanbieden voor 25 euro. Deze pizzea of een vergelijkbare jonge containerplant van een jaar of 3-4 oud zou je in een tuincentrum voor rond de 15 euro kunnen vinden. Maar daarmee wel een mooie start en een goede basis om met bonsai aan de slag te gaan. We hebben hier de startersplant, een Pizzea Abies Little Gem. Een boomkwekerijproduct van een jaar of 3-4 oud. We gaan een aantal stappen zetten om te komen tot een mooie bonsai. De eerste stap die we zo meteen gaan doen is de boom even schoonmaken en zichtbaar maken wat we nodig hebben in de bonsai compositie. Dat wil zeggen, we nemen wat grond van de bovenkant van de kluit weg totdat we aan de aanhechting van de wortels zitten. Zodat we de stam en de wortelvoet van de boom zichtbaar hebben. Ik ga de fijne takjes binnenin de kroon wegsnoeien zodat we goed zicht krijgen op de takkenstructuur. Daarna gaan we de takken selecteren die we gebruiken om te komen tot een mooie opbouw van de bonsai. We gaan de boom bedraden en als laatste gaan we de boom dan in vorm zetten en in een pot zetten. De boom ga ik bewerken met een aantal gereedschappen die we daarvoor gebruiken. Een twijgenschaar waarmee we in de boom heel fijn de twijgen kunnen selecteren. Een concaaftang voor de wat dikkere takken die een mooie holle snoeiwand achterlaat. We hebben een jintang voor de uiteindjes van de draad. En een draadschaar om de draad te snoeien. En eigenlijk als eerste om te gebruiken een chopstick om de grond wat weg te nemen zodat we de wortelvoet zichtbaar krijgen. De eerste stap is het opzoeken van de wortelvoet en de takvrije onderstam. We halen de boom voorzichtig uit de pot. Wat ik doe, ik kam voorzichtig de wortels die zich aan de buitenkant van de kluit rondom gevormd hebben wat los. Daarbij zoek ik in het grondniveau eigenlijk net zover tot ik op de aanzet van de wortels aan de stam zit. Ik probeer zo min mogelijk wortels te breken, ik kam ze voorzichtig los en maak daarmee zo ongeveer 20% van de kluit flexibel en kan dan rondom het stammetje zoeken naar de echte aanzet van de wortels. Nou, de stam is redelijk goed zichtbaar. Er zit één tak laag aan de aanzet en die ga ik wegsnoeien zodat de compositie mooi zichtbaar wordt en ik ook de wortelvoet goed zichtbaar kan maken. Een aantal jonge wortels die zich wat hoger op de stam gevormd hebben, snoei ik ook weg. En ik ga zorgen dat ik de hele wortelvoet schoon krijg. En dat je mooi die wortels ziet die eigenlijk de boom zijn stabiliteit en ook wel zijn ouderdomsuitstraling geven. We krijgen mooi zicht op alle wortels en op een potentiële wortelvoet. Er zijn twee wat zwaardere wortels die hoger liggen. En om een gelijkzijdige en een aan de oppervlakte gelijke hoogte wortelkrans te krijgen, neem ik die twee wortels weg, waardoor je een mooie spreiding krijgt. Twee wortels wegnemen kan op het moment dat we zometeen ook eenzelfde hoeveelheid loof ten opzichte van die wortels wegnemen. Om u een beeld te geven, we hebben ongeveer 15% van de grond weggenomen en qua wortels
is dit wat we nu weggenomen hebben aan wortels die te hoog aan de stam zaten voordat we op die mooie krans van wortels kwamen. Aan ons zometeen om de boom weer in balans te brengen en ook een hoeveelheid loof daartegenover weg te nemen. Nou, stap 1 hebben we gelopen. De wortelvoet is goed zichtbaar. De takvrije onderstam is zichtbaar. De volgende stap is nu dat we binnen in het boompje wat schoon gaan maken. Alle dode takjes die door het volgroeien van de kroon afgestorven zijn door lichtgebrek gaan we wegnemen. Dan krijgen we de takstructuur goed zichtbaar en kunnen we de vervolgstap gaan zetten. Ik heb het boompje verder schoongemaakt, alle dode twijgjes binnen en weggenomen. En dan zien we mooi de structuur van de stam en van de takken al zichtbaar worden. De wortelvoet is goed zichtbaar. Als ik het boompje zo ronddraai, dan denk ik dat we qua voorzijde de keuze het beste kunnen maken aan deze kant. Omdat de structuur van de takken hier mooi openvalt, de wortelvoet naar alle kanten een gespreide wortel aanzet geeft, waardoor de balans in de compositie mooi zichtbaar wordt. De stap die ik nu ga zetten is dat ik de kroon mooi rond ga snoeien, een ongelijkzijdige driehoek erin breng en dan kan die opgepot gaan worden met dit als voorzijde in de pot. Het silhouet begint er aardig in te komen. Wat ik belangrijk vind is dat een boom een mooi afgerond en silhouet heeft van een oude boom. En wat ik gedaan heb is overal wat terugsnoeien. Als we zo naar de boom kijken dan wordt dit het hoogste punt, dus de top. Hier is de boom nog wat zwaar, dus daar snoei ik nog wat weg. Verder snoei ik alle takjes weg die eigenlijk dat beeld verstoppen. Dus ik selecteer op iedere tak een aantal takjes waarmee ik de kroon kan opbouwen. Ook aan deze linkerzijde zitten relatief veel takken. En wat ik dan doe is gewoon om en om takjes wegsnoeien, zodat de structuur van de takken zichtbaar wordt en de boom niet te dicht wordt. Waardoor het wel echt een grote oude boom lijkt in plaats van een struik. Na de snoei is er ongeveer 30% van het loof weggenomen, waardoor we mooi in balans komen tussen kroon, wortel en stamdikte. We hebben de wortelvoet zichtbaar, we hebben de boom mooi schoongemaakt en gesnoeid. We gaan hem nu in het potje zetten. Wat ik eerst ga doen is de gaasjes op de gaten van de pot vastzetten. Die gaten zijn cruciaal voor de afwatering en om de grond in de pot te houden zet ik de gaasjes vast met een klein stukje draad. Het volgende wat ik ga doen is twee draden in de pot vastzetten, waardoor we zo meteen de boom in de pot kunnen vastmaken.
We moeten nog een klein beetje van de kluit losmaken, zodat hij mooi in het potje past. Ik ga nu bepalen waar de boom in de pot komt. Omdat het een natuurlijke compositie moet worden en geen architectonische, zet ik hem uit het midden in de pot. En ik zoek precies de mooie voorzijde, omdat we hier met een rechte hoekige pot te maken hebben, is het belangrijk dat de voorkant precies goed is. Ik kies een hellingshoek waarin de stam net niet kaarsrecht opstaat en we een mooie natuurlijke uitstraling krijgen in het geheel. Op deze wijze. De boom staat nu mooi vast. Ik ga nu de ontbrekende aarde weer aanvullen. Dat doe ik niet met de oude aarde, maar met nieuwe aarde. Goede luchtige potgrond met wat bims en gesteente erdoorheen, waardoor de drainage in de pot op orde blijft. Belangrijk is om de aarde niet helemaal dicht te drukken, maar voorzichtig met een stokje dat alle holtes wel vol lopen, maar niet dat alle zuurstof uit de grond gedrukt is. Nou, het boompje is opgepot. We zijn eigenlijk klaar voor de laatste stap. En dat is hier en daar wat takken bedraden, waardoor de kroon mooi uitgespreid aan alle kanten zich rond de boom vormt. En dan zijn we van startersplant naar bonsai. Ik ga een aantal takken bedraden. Ik begin hier aan de linkerzijde, omdat ik vind dat de takken hier wat te hoog staan. En door ze wat lager te plaatsen, lijkt de boom wat ouder. Ik neem daarvoor gekleurd aluminiumdraad. Dat zit in de starterset, verschillende diktes. De dikte bepaalt u door ongeveer de helft van de dikte van de tak aan draaddikte te nemen. Zo, dat was de laatste draad die ik in de boom wilde zetten. De gradatie van bedraden is altijd een eigen afweging. Ik heb in deze gekozen om niet alles helemaal uit te bedraden, alleen die takken die ik belangrijk vond om van positie te veranderen. Ik ga nu de boom netjes in een model brengen. De draad geeft me daar de mogelijkheid toe waarnaar de takken blijven staan. En dan zal de draad normaal gesproken één groeiseizoen in de boom blijven zitten. Dan mag de draad eruit, want de takken worden dikker. En zijn de takken gefixeerd en staan ze in een nieuwe positie vast.
Ik heb de boom, de takken, gebogen en in de vorm gezet zoals ik hem hebben wilde. Ik heb ervoor gekozen om een heel mooi rond silhouet te maken, waarbij de boom eigenlijk aan alle kanten bijna even zwaar is qua groei en qua loofbezetting. Het is een boom die je zou kunnen plaatsen in het open landschap, ergens in een mooi park. Van alle kanten mooi kunnen groeien, licht gehad. De directe nazorg nu is dat ik de boom ga water geven. En de weken erna blijf ik het loof wat benevelen als het droog en warm is buiten. Waardoor we de wortels de kans geven om even opnieuw te kiemen. En dan met een paar weken gaan we weer voeding geven. En kan de boom weer opstarten. Aan het einde van het groeiseizoen gaat de draad waarschijnlijk wat knellen omdat het hout dikker wordt. Verwijder ik het draad. En dan is de boom eigenlijk in zijn nieuwe vorm op orde. Alle nieuwe groei die zo meteen aan de uiteindes van dit silhouet komt, die ga ik knijpen. En dat doe ik door die kleine veertjes te halveren. En op die manier hou ik de boom mooi in model. Van binnenuit zal de boom ook nieuwe oogjes gaan geven. Die maak ik heel kort, zodat de etages en de loofpartijen wat voller en wat compacter worden. En dan met 2-3 jaar is het een hele mooie bonsai. De laatste stap die volgend jaar of het jaar daarna goed zou gezet kunnen worden, is een wat elegantere en lichtere pot die beter past bij de vloeiende lijnen die nu in de boom zitten. Om dat in één keer te doen is een wat grote stap, dus vandaar dat we dat gefaseerd in tweeën doen. Daarna zal het zaak zijn om de boom iedere 3 jaar te verpotten en wat van de wortels weg te snoeien om de boom vitaal te houden.